Glenda Heijkerk is met ingang van 1 september de nieuwe hypotheekbewaarder bij het Management Instituut GLIS. Ze volgt Ricardo Vreden op, die op 29 mei is bedankt. De nieuwe hypotheekbewaarder is in Nederland opgeleid tot notaris. Ze functioneert al enige tijd als kandidaat notaris. Heijkerk is vandaag door president Desi Bouterse beëdigd. De president liet doorschemeren dat hij hoge verwachtingen van Heijkerk heeft. Mevrouw Heijkerk, u bent vanaf vandaag volwaardig lid van het bestuur van het Management Instituut GLIS. En daarmee wordt een grote verantwoordelijkheid op uw schouders gelegd. De gemeenschap, zowel in Suriname als daarbuiten, rekent erop dat u een bijzondere hoge mate van professionaliteit aan de dag zult leggen in de uitoefening van uw functie. U zult met uw wet in de hand moeten waken over de registratie van onze onroerende goederen en hypotheken. We vragen u samen met andere verantwoordelijken bij het Management Instituut GLIS om de hoogste mate van integriteit aan de dag te leggen. De verleidingen die gepaard gaan met de vervulling van deze functie zijn heel sterk en vaak zullen mensen u voorhouden dat u oneindige zaken uitvoert. Alles president Desiree Delano Bouterse. De nieuwe hypotheekbewaarder gaf aan dat ze zal beginnen te werken aan de herziening van de wetgeving. We moeten ervoor gaan zorgen dat in elk geval ervoor gezorgd wordt dat het GLIS, het MI-GLIS, gelet op de vele klachten die ons bereiken, dat er eigenlijk een soort van image damage is geweest en dat wij dat natuurlijk moeten gaan upgraden. En natuurlijk zijn er nog hele andere dingen die we samen met het team, ik kom er pas bij, ik heb natuurlijk mijn eigen inzichten, maar met het team denk ik dat wij tot een goed beleid kunnen komen en dat er natuurlijk een bepaald traject zal moeten worden uitgestippeld, hoe daar uitvoering aan te geven. Sorry, Kerk, u wilt uw actieplan nog niet prijsgeven, maar toch zou de gemeenschap willen weten wat eigenlijk uw prioriteiten zijn. Wat de gemeenschap sowieso van ons kan verwachten is dat in elk geval de rechtszekerheid gewaarborgd zal blijven. We zijn bezig natuurlijk met digitalisering en automatisering om te zorgen voor een bepaalde efficiëntie. Waar het vooral om gaat is dat de informatievoorziening, niet alleen naar de overheid, maar ook naar het volk toe, dat optimaal zal moeten gebeuren. En wanneer het nodig is dat zij de gegevens moeten krijgen die verstrekt moeten worden, dat wij daarvoor zorg dragen dat wij in elk geval op een efficiënte manier en effectieve manier daarmee omgaan. Al is een gesprek met de nieuwe hypotheekbewaarder Glenda Heijkerk, die vandaag is beëdigd door president Desiree Bouterse. De beëdiging vond plaats op het presidentieel paleis.